Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. Ik mag trots zeggen dat ik daar 2 medailles heb gewonnen. Nieuw Venneper Ricardo Souza is apetrots. Hij heeft 2 gouden medailles gewonnen op het WK Kung Fu in China. Daar is de sport heel populair. Maar Ricardo vindt het jammer dat er niet meer animo is voor de sport in Nederland. Ik vind nog steeds dat er te weinig aandacht aan wordt besteed. Vooral voor de jongeren. Het is een heel veelzijdige sport die wij beoefenen. En het is heel jammer, maar daarom, mede door dit, hoop ik dat het meer onder de aandacht te kunnen brengen. Het is niet de eerste keer dat Nederlanders meedoen aan het WK Kung Fu. Maar de Nieuw Venneper is wel de eerste Nederlander ooit met 2 gouden medailles. Dat is wel een kers op de taart.